We staan hier het vandaag dag 3 van Formule Sunweb Italy. Is het nog een beetje uithouden, jongens? How hard is it? Everyone is almost dying. Achter mij staan we bij scrutinering. Zijn we nog steeds mee bezig. Duurt allemaal wat langer dan verwacht. Aangezien ze bij de driversklas toch best wel een nieuwe klas is. Dan komen ze allerlei nieuwe dingen tegen en daardoor duurt het allemaal wat langer. Voor de rest hebben we alle statische events wel achter de rug. Dus hopen dat we hier snel doorheen komen en kunnen gaan rijden. Ik was de eerste keer dat we de autonome variant van de design hebben gedaan. We staan nu bij het laatste deel van Mechanical Scrutineering. We mogen even snel tussendoor, want we hoeven eigenlijk nog maar één klein dingetje met de suspension te fixen. Dus dat zijn de judges nu achter mij, zijn ze nu aan het doen. En hopelijk gaan ze nu finish het oké en krijgen we onze sticker. Dian, we hebben een aantal neerlijke zijn gehad, kan je uitleggen wat precies inhoudt? Ja, 5